Paarden onder de Z-Turf bocht gaan voor de laatste keer de rechte lijn overzijde in deze koers. En het is nog altijd Jack Bolton die het tempo bepaalt. Van der Mespel maakt zich zo langzamerhand op voor een aanval, een lange aanval. En die lange aanval die gaat hij zo langzamerhand ook inzetten. Ivar Charisma aan de buitenzijde gaat nu de aanval open op Jack Bolton. Driedik aan de buitenkant komt Kiss Flavor Rhythm naar voren. Paarden gaan op weg naar de laatste bocht. Aan een tussentijd van 16-7. Jack Bolton leidt Ivar Charisma daarnaast. Derde spoor voor Kiss Flavor Rhythm. Daarachter aan de relingzijde Kiss Me Quick. Die moet hopen op een gaatje. En dat gaatje komt misschien wel, maar voorlopig ligt Kom maar wel er nog naast. Halverwege de Tjarda-bocht is het nog altijd Jack Bolton die heel sterk doorgaat. Jack Bolton, daarnaast in het tweede spoor is het Ivar Charisma. Driedik aan de buitenkant. Nog altijd Kiss Flavor Rhythm. Komen de laatste rechte lijn nu in. Van der Mespel zal nu een trucendoos open moeten gaan trekken. Heeft hij een trucendoos is de vraag. We gaan het zien. Jack Bolton, Ivar Charisma aan de buitenzijde. Aan de binnenkant Kiss Me Quick die geen kant op kan. Krebas heeft zijn dag vandaag en gaat ook deze winnen. Het is Jack Bolton die makkelijk binnenkomt. Want daarachter zat vast Kiss Me Quick. Die wordt tweede. Ivar Charisma derde. 16 rond voor de winnaar. En de voorlopige uitslag 7-8-3-6-4 is ook direct officieel in het derde onderdeel van de Alkmaar XXL Trophies. En op een dag als alles lukt, dan lukt ook echt alles. Bas Krebas wint hier met Jack Bolton. Bas, gefeliciteerd. Ik hoorde je van de week in de Wetbeters podcast zeggen, als ik bij de eerste vijf zit, ben ik tevreden. Maar je rijdt zo naar huis. Ja, maar weet je, de één was er niet. En dat is natuurlijk de snelste beginner. Als die er is, heb ik doois voor. Die van mij gaat gewoon hard weg, die is niet te stuiten. Maar ja, nou kreeg ik de kop, kan ik het helemaal naar mijn hand zetten. Hij ineens een heel andere koers, hè. En ik kon mooi tempo drukken, dat 100 meter doe ik uit en trek hem maar laten gaan. Nee, super. En zo van kop af is het ook een heel ander paard? Ja, hij is het beste de koers van kop af en dan even een stukje rustig onderweg. Dan is hij op zijn best. Maakte hij vandaag waar? Je hebt de stal in topvorm. Nee, super tevreden. Op zo'n dag van tevoren had ik niet gerekend. Nee, heel blij mee. Vooral die twee paarden in de klassiekers was natuurlijk ook weergeloos. Gaan die over 2 weken in de productendraverij starten? Ja, deze vier gaan lopen en ik hoop dat ik Marco nog weer beter krijg voor die tijd. Maar dat zal niet eenvoudig wezen. Maar als ze maandag fit zijn en ze blijven fit, gaan ze zeker alle vier lopen. En vandaag hadden jullie twee paarden aan de start in de Alkmaar XXL en jullie ook twee onderdelen. Ja, inderdaad, dat was super. Want deze viel me in Alkmaar niet mee. Maar heel blij, mooi dat er is, volle velden. Ik hoop goede omzet. Nee, super initiatief. Voor herhaling vatbaar. Ja, ik denk het wel, zeker. Gefeliciteerd, Bas. Dankjewel. Nou, super. Dames en heren, Jack Bolton is een 5-jarige bruine lijn van Yield Boco uit Bordeaux Bolton. Gefokt door de familie Ebbingen in eigendom van Stal PD. Trainer Bas Krebas en ook rijder Bas Krebas die hier als trainer zijn 4e overwinning scoort. En Jack Bolton die zegeviert in een kilometer tijd van 1:15.9. Tweede de 8 Kiss Me Quick. Derde de 3 Ivar Charisma. Vierde de 6 Cassidy Bit. En vijfde de 4 Kom maar wel. 7-8-3-6-4 is officieel in koers 9 de Alkmaar XXL Trophy nummer 3. Start is gevallen. Start valt. Ivar Charisma doet mee aan het duel om de leiding, maar dat doen er meer. In het midden van de baan probeert Krebas naar voren te komen met Jack Bolton. En dat blijft niet bij een poging. Hij heeft de leiding ook te pakken. Paarden gaan de bocht in. Jack Bolton leidt. Aan de buitenkant Kiss Me Quick. Die moet nu een positie gaan vinden. Daarachter volgt aan de relingzijde Cassidy Bit. En de vierde plaats is voor de favoriet Ivar Charisma. De vijfde plaats dan de welkleuren van Kom maar wel. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. En daar breekt Jaap van Rijn de aanval af met Kiss Me Quick. En neemt plaats achter de leidende Jack Bolton. Gaat hij ongetwijfeld een vlotte opening neerzetten, Jack Bolton. Dat ging een stukje hard. Jack Bolton daarachter Kiss Me Quick. Nu is het tempo wat naar beneden gegaan. Tussentijd 13-6. Derde plaats is voor Cassidy Bit. Dan Ivar Charisma. Daarachter Kom maar wel. Ivar Charisma gaat al een half spoor naar buiten. En dat blijft niet bij een half spoor. Het wordt nu een heel spoor. En hij gaat opschuiven aan de buitenzijde. Kwam ook wat uit de start van het veld. De deelnemer die in de start van het veld naar het tweede spoor was gegaan was Kiss Flavor Rhythm. En die wordt nu ook naar voren gebracht. Heeft voor zich Kom maar wel. En aan de start van het veld ook in het tweede spoor Janny van Tim. Paarden onder de bocht komen de rechte lijn voor de tribune in. De Alkmaar XXL Trophy deel 3 vandaag alweer. En de leider is nog altijd Jack Bolton.
Jack Baldwin, daarachter aan de relingzijde ligt Kiss Me Quick. Daarnaast in het tweede spoor is het de favoriet en dat is Ivar Garisma, tussentijd 20-5. Daarachter Kom Maar Wel, dan aan de relingzijde Cassidy Bits. Daarnaast in het tweede spoor Kiss Flevo Rhythm. Die beschikt over een enorme versnelling. Die heeft Jonne Carvalho ook, maar die kan daar geen kant mee op, want die ligt vast. Aan de buitenkant daarnaast ligt Jannie van Tim. En de laatste plaats is voor Fip Junior. Paarden ronden de Z-Turf bocht gaan voor de laatste keer de rechte lijn overzijde in deze koers. En het is nog altijd Jack Baldwin die het tempo bepaalt. Van de Mespel maakt zich zo langzamerhand op voor een aanval, een lange aanval. En die lange aanval die gaat hij zo langzamerhand ook inzetten. Ivar Garisma aan de buitenzijde gaat nu de aanval openen op Jack Baldwin. Driedik aan de buitenkant komt Kiss Flevo Rhythm naar voren. Paarden gaan op weg naar de laatste bocht. Aan tussentijd van 16-7. Jack Baldwin leidt Ivar Garisma daarnaast. Derde spoor voor Kiss Flevo Rhythm. Daarachter aan de relingzijde Kiss Me Quick. Die moet hopen op een gaatje. En dat gaatje komt misschien wel, maar voorlopig ligt Kom Maar Wel er nog naast. Halverwege de Tjarda-bocht is het nog altijd Jack Baldwin die heel sterk doorgaat. Jack Baldwin, daarnaast in het tweede spoor is het Ivar Garisma. Driedik aan de buitenkant. Nog altijd Kiss Flevo Rhythm. Komen de laatste rechte lijn nu in. Van der Mespel zal nu een trucendoos open moeten gaan trekken. Heeft hij een trucendoos is de vraag. We gaan het zien. Jack Baldwin, Ivar Garisma aan de buitenzijde. Aan de binnenkant Kiss Me Quick die geen kant op kan. Krebas heeft zijn dag vandaag en gaat ook deze winnen. Het is Jack Baldwin die makkelijk binnenkomt. Want daarachter zat vast Kiss Me Quick. Die wordt tweede. Ivar Garisma derde. 16 rond voor de winnaar.